goedkoop tijdens de dodenherdenking in de Nieuwe Kerk de 4 mei lezing verzorgen. En onlangs verscheen van zijn hand het boek Vaderskind. Over de oorlogsjeugd van de Nederlandse eerste columnist Renate Rubinstein. Voor de mensen die haar niet kennen, Hans, even kort, wie was zij? Eerste columnist, dus de eerste persoon in de schrijvende pers die over een ik, vanuit een ik schrijft, die echt leeft. En ze schrijft over haar eigen belevenissen, liefde, ziekte, ouderdom, dood. Maar ze schrijft ook over de politiek, over Israël, over China. Ze trekt de hele wereld naar zich toe om zich af te vragen, wat vind ik ervan? Wat heeft dit met mij te maken? Wat moet ik hiermee? Ja. Dus dat is eigenlijk... Ja, wat een columnist doet, maar ze was de eerste. Ze was de eerste, ja. En ze was ook nog steeds, is nog steeds de beste. Alles kon besproken worden, hè? Sorry? Alles kon besproken worden wat haar betreft. Het was iemand die juist als iets niet besproken mocht worden, want zij werd ziek. Ze had een progressieve ziekte, MS. Dat klinkt vrolijk progressief, maar in dit verband niet, want je wordt niet meer beter. En toen merkte ze dat er allemaal taboes omheen hingen. En dan denkt zij, ja, als ik er niet over mag praten, als ik er niet over mag schrijven, dan gaan we. Dan gaan we, als niet. Ja. Had dat wellicht te maken met... want zij kwam oorspronkelijk uit Duitsland naar Nederland toe. Ja. Uit wat voor milieu kwam ze? Haar vader was een textielfabrikant. Oorspronkelijk kleine textielfabrikant in Berlijn. Ja, daar heb je hem. Ja, ja, twee lange benen met en dan toch het derde been in het midden. Dat is toch, laat zich niet meer ongezien. Nou, afijn. textielfabrikant, buitengewoon succesvol in Berlijn. Ik vind het heel grappig eigenlijk wel. Ja, ja, ook toch wel. Ja, ja, dat dit allemaal kan. Hè, zo. Man verdiende ongelooflijk veel geld. Maar was naar de maatstaven van de nazi's Joods. En heeft moeten vluchten begin 1935. Twee jaar na de komst van de nazi's. En gezin ook gevlucht. In Amsterdam terechtgekomen, in Londen, terug naar Amsterdam. Alle gruwelijke doorgemaakt die immigranten toen doormaakten en nog steeds doormaken. De eindeloze onzekerheid van ergens zijn, maar niet mogen blijven. Geen vaste plek, altijd controles en misschien wel weer terug moeten. Ja. En wat voor gezin was het waar ze in opgroeide? Een heel, in principe een heel happy, liberaal, vrolijk, creatief, liefdevol, ontzettend leuk gezin. Ze was de oudste, je ziet haar hier in het midden, met de kleintjes, tweeling erachteraan. En die vader was een ongelooflijk leuke man. Ja, altijd spelletjes en altijd tekeningetjes en grapjes. En ze was ook heel dol op haar vader. Ze verafgoodde die vader. We laten even een fragmentje zien uit een interview met Ischa Meijer. En dan vertelt ze daar over de bijzondere band die ze met haar vader heeft. Mijn vader was had als beroep een... hij ontwierp damesmantels. Hij was heel welvarend geweest in Berlijn. Vanwege, die zag hem met een Joden, zullen we maar zeggen, is hij uit Duitsland gevlucht. Hij was, had veel boeken, was een ontzettend lieve man, hij was erg dol op mij. Op al zijn kinderen ongetwijfeld, maar ik verbeeldde me dat hij, ik was de oudste en ik was zijn lieveling. En hij hielp andere mensen, hij had gevoel voor humor, hij beschermde me altijd. Ja, en die vader... Natte ogen, hè? Ja, hè? Ja, ja. Ja, ze is heel dol op die vader. Maar die werd dus opgepakt in het begin van de oorlog. Ja, en, in Nederland. In Nederland. En dat is eigenlijk een beetje onder de pet gebleven voor die kinderen. Die moeder heeft dat allemaal goed opgevangen. Die heeft gezegd, er komt bald wieder. Ja, nou, twee heren van de Grüne Polizei kwamen langs. En die kwamen toch bij een heel lief gezin thuis. Die dachten, ja, misschien dachten ze wel, het zal wel een misverstand zijn. En die hebben gezegd, ach, der Vati komt bald wieder. Ja. En ja, wat zeg je als je als moeder met kinderen overblijft? Wat zeg je tegen die kinderen? Mm-hmm. Je zegt, nou, dat zij zeggen het ook. Die komt toch gewoon, ach, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Ja, en op zich hebben ze ook best een gelukkige jeugd gehad tijdens de oorlog. Maar hoe die oorlogstijd heeft haar toch gevormd. Ook, dat heeft ook weer effect gehad op haar openheid in het schrijven. Ze heeft een hele leuke tijd gehad. Maar ze had toch vanaf 1938 al angsten dat haar ouders gevaar liepen. Een jaar later kreeg ze slaapproblemen. Nog een jaar later kreeg enorme ze volhorens. Medicatie. Waar ze nooit meer van afgekomen is. Die is haar hele leven
wakker gehouden door de oorlog. Maar dat is dus ook terecht gebleken, want die vader is nooit meer teruggekomen. Dus die angst. Nee. Dus het zijn eigenlijk twee sporen. Ach, hij komt vast terug. En tegelijkertijd, er klopt hier iets niet. Nee. En dat heeft ze heel goed aangevoeld. Dat is bij Renate altijd de maag, de darmen. Ze wist, er is iets. En in de zomer van 1945... dag, een paar maanden na de bevrijding werd duidelijk dat hij inderdaad niet terugkwam. En dat was een dubbele klap. In de eerste plaats haar grote beschermer, haar grote idool, zou ze nooit meer terugzien. Maar de hele rest die er nog wel was, die had haar bedrogen. Ja. He, de hele... Iedereen had haar belazen. Zij voelde dat ook zo. Ja. Hè? Ja. Renate heeft later wel eens een zin geschreven die ik nooit meer vergeet. Alles in onze wereld spant samen om te doen alsof de dingen heel gewoon zijn. Ja. Maar niks is en zo leef je door. Ja. En ja, wat ging zij in haar werk doen? Juist dat kijken niet. Wat er niet gezien mocht worden. De onderste steen boven. Ja. Want als je dat niet deed, dan kon je vader verdwenen zijn. Dan kon het allerergste kon zomaar gebeuren. Ja. En niemand die er iets tegen doet. Ja. Nou, dan maak ik een sprongetje even naar jouw 4 mei-lezing. Oorlog, Oekraïne, speelt nu. Neem je dat dan ook weer mee in die lezing? Oh, ik heb het al in januari ingeleverd eerst. Toen was er nog helemaal geen sprake van Oekraïne. En na inlevering heb ik dus gebeld en gezegd, jongens, we leven ineens in een nieuwe wereld. Moet ik niet anders? Ja. En in overleg hebben we daar nu een vorm voor gevonden. En als er niet vannacht nog atoomwapens gebruikt worden, dan kan ik die tekst uitspreken. Maar het is een bijzonder jaar om zoiets in te doen. Dat kan ik me voorstellen. Is het nu nog belangrijker om te herdenken? Of gaan wij het ook steeds meer beseffen nu ook weer, dat herdenken? Nou, ik hoor het ook bij het comité 4 en 5 mei. En ik merk het zelf aan vrienden die mij benaderen, dat alles is op scherp komen te staan. Ja. En tegelijkertijd is er echt iets veranderd in de hele blik op onze tijd, maar ook op het herdenken. Want dat hebben we toch altijd gedaan in het teken van... Nooit meer. En nu zitten we in een situatie die af en toe verdacht lijkt op 1939. Dus je denkt, wij drijven af van de oorlog. En ineens zijn we omgekeerd en lijkt het alsof we ervoor staan. Dus heeft het wel zin, dat herdenken? Nou ja, daar kun je je afvragen. Je kunt zeggen, het is dus allemaal voor niks geweest. Je kunt ook zeggen, ik ben historicus en dan denk ik, we hebben toch bijna 80 jaar echt vrede gehad in het continent. Dat is ongekend voor Europa. Dus dat is al heel mooi. En een Europese oorlog is het godzijdank nog steeds niet helemaal afkloppen. Het is niet dat het herdenken zinloos is. Maar het is wel dat je opnieuw moet afvragen, wat herdenken we? Waar staan we nu voor? En wat kunnen we halen uit die vorige oorlog wat ons nu sterkt in wat we tegenover ons vinden? Mooi gezegd. De 4 mei-lezing wordt morgen om 17:15 uitgezonden op NPO 1. En het boek Vaderskind ligt nu in de winkel. En ik moet nog één ding zeggen. Renate. Een tweedelige documentaire bij de VPRO over 3 weken. NTR. Uur van de Wolf. 2 keer een uur over Renate Rubinstein door David de Jong. Spectaculair mooi gemaakt. Dankjewel. Dat is ook maar gezegd.